Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven Nederland, net als de afgelopen dagen. Maar in het noorden waren ook wat opklaringen zichtbaar. In het zuiden is de bewolking ook wat dunner en ook daar verwacht ik van tijd tot tijd zon vanochtend. De bewolking houdt wel de overhand en het is ook overal droog. Vanmiddag komen er wat meer gaten in het wolkendek, dan dus overal af en toe zonneschijn. Maar opnieuw, de wolken zijn toch vooral de meerderheid. 8 graden in Groningen, 10 graden in het zuiden. Vanavond winnen de opklaringen verder terrein en met een aanhoudende oostenwind wordt koudere lucht aangevoerd. In Groningen kan het aan de grond vanavond al iets onder nul komen en vannacht gaat het op uitgebreide schaal aan de grond vriezen. Morgen beginnen we droog en met af en toe zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en er kan een wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt de koudste dag van de week, 7 à 9 graden. In het weekend gaan de temperaturen weer oplopen, in Limburg wordt het zelfs 14 of 15 graden. Maar van tijd tot tijd kan er ook wat regen vallen, vooral langs de westkust. En ook maandag is het waarschijnlijk wisselvallig weer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl